Nederland. Wat heel speciaal is, want Lisa houdt helemaal niet van kaas. Dus... hier zie je onze drietjes, mama, Mies en ik. Ik ben super blij. Nu heb ik eindelijk een levend poppetje om mee te spelen. Alhoewel, de eerste jaren was niets haar lievelingsspelletje, vooral aan mijn haren trekken in de auto. Auw, auw, auw! We konden het ook niet nalaten, we hebben er net Benoit naakt gezien, dus dit is de nieuwste. Ze is hier een babytje van 6 maanden oud. Hier zijn we op bezoek bij oma Geber, zoals we haar noemden, met papa. Er werd reeds vroeg gewerkt aan een klein schoonheidsvrouwtje. Ze zag het leven toen ook al door een roze brilletje. We gingen met de hele familie op de leukste uitstapjes in onze eend. Zelfs helemaal tot in Italië. Met onze tuigjes aan. Yeah. Want er waren nog geen autogordels. En de eend wisselde ieder jaar van kleur. Mama's naaimachine stond ook nooit stil. Ze maakte matching outfits voor de twee zusjes. Hier is model Denise in haar herfstuitvoering 1976 uit de Knippie. En in de fameuze Italiaanse jurk die met haar meegroeide. Is ze niet snoezig? We waren ook dol verkleden. Denise was hier clown en ik was dat jaar Pippi Langkous. Natuurlijk wederom door onze creatieve mama ontworpen. Daarnaast speelden we ook nog heel graag reisbureautje met onze rode telefoons. We hebben geen foto's van, maar nee. En vele Neckerman catalogussen. En op zondag was onze lievelingsbezigheid een klerenwinkel maken op de trap van de woonkamer in de winkellaan met mama's kleren. Maar Denise's grootste passie was toch wel paarden. Het begon met de paarden van opa Gemert. Hier zie je haar tussen haar neefjes en aan het handje van opa. En weten jullie wat Denise deed als er geen paard in de buurt was? Dan zag je haar oefenen op een zadel dat over de verwarming in haar kamer hing. Ja, met Marlijn. Met Marlijn, ja. En daarna volgde er fortige bij mevrouw Noisius in Everberg. En toen was ze klaar voor het echte werk. Paardrijden op een echt paard. Ah, Bastien. Denise reed op het grootste paard van de menege, Regres. Oh ja. En Denise gaf zelfs wekelijks haar eigen paardenkrant uit. Oh ja, verspreid over haar vriendinnen. Maar uiteindelijk komt haar droom uit. Denise krijgt haar eigen paard, Buster, opa's halflinger. Yes. Ze had... Foutje precies. Wat? Een fjord. Ze had zelf het transport geregeld om hem vanuit Gemert naar Everberg te laten komen. Met Buster maakte zij alleen kilometers lange tochten. Van de weide naar de piste in Steenokkerzeel en deed ze mee aan vele springwedstrijden. Benoit, oh, wow. Je wist al dat Denise super sportief was. Ja. Hier nog maar is het bewijs. We konden haar niet uit de bomen krijgen, van de skipistes afhalen en tijdens de vakantie boven ze in het zwembad. En dit is een familieportret voor ons huis in de Nachtegala 18 in Everberg. Net voor ons vertrek naar Amerika. Kijk goed hoe jong Denise hier uitziet. En nu steeds zien we plots een heel andere Denise. Op Walt Whitman High School pakt ze haar kapsel en make-up aan. En volgt ze de Amerikaanse normen. En ze wordt een echte vamp. En zoals alle Amerikaanse... Eerst rijdt ze in de witte Thunderbird, ook wel door ons de rijdende doodskist genoemd, van Hayden Thomas overgenomen. Hij reed als een speer, maar zowel Denise als ik zijn er een paar keer meer door de bocht gevlogen. Daarnaast, was op deze foto te zien, ontdekten we de Chrysler de Baron. Sindsdien rijdt heel de familie enkel nog cabrio. Ja, dat is En dan begint het. Denise ontdekt de grote discotheken van Washington D.C. De Bang, Trax en wordt een party animal. Met een grote groep guy friends, Nick, de good-looking Lebanese,
Bruno, le charmeur français. Mark, der deutsche playboy. Robert, the cute Persian. Bovendien blijkt ze een ongelofelijke gastvrouw te zijn. Ze organiseert regelmatig 4-sterren etentje thuis met haar international vriendenclub, wanneer papa en mama het huis uit zijn. Alcohol à volonté en... De mannen liggen aan haar voeten. Daarnaast heeft Denise ook nog verschillende studentenjobs en haar titels stapelen zich op. Sweater Queen at Ups and Downs in Montgomery Mall, Employee of the Month bij Marriott Suites. Hier, dat was de enige foto die we hadden met haar uniform. Ter verduidelijking, deze foto is niet met de klant, maar komt op, uit onze privécollectie. Voor sommigen van jullie wel bekend persoon. En dan is het zover. Walt Whitman, The Graduation. Ja, deze foto's zijn iets te langzaam. Nou, nog. En dan door naar de studie Hotel Management in Montgomery College. Die verder afgemaakt wordt in Schiller University, London. Ja, mooi hè? Met Terug in Brussel bouwt ze haar carrière op in de hotelwereld. Hier zie je haar in de ultimate dream outfit zoals in de tv-serie Hotel. Ze hoeft geen uniform meer te dragen, maar een tailleur naar eigen keuze. Yes, eindelijk! Ze is nu guest en public relations manager bij het SAS Hotel in Brussel, waar ze gasten als Charles Aznavour, Jean-Claude Van Damme en... Prins. Oh. Er komt een belangrijke persoon in Nies haar leven, Humphrey of Humpy, zoals Max en Nina haar noemden. Nee, het is een vrouwtje, maar Nies vond dat gewoon een mooie naam. Oh. Een onderonsje in het park. Samen met Fiona en Tango maken zij de mooiste uitstapjes tussen de UK en België. En Paulina en Max zijn dol op de twee boeken. Na heel wat heen en weer verhuisd en haar haat-liefdeverhouding met de UK, kiest Denise uiteindelijk toch voor België als haar final destination. Wat een geluk! Want dit is waar ze samen met haar lieve moedertje haar Mr. Wright ontmoet. En hier zijn jullie de happy family. Denise, Benoit, Laura, Luca en Molly. Et c'est une vraie famille. Au début, toutes les quatre devaient s'habituer un peu, mais... Petite sœur, tu n'as non seulement trouvé l'amour de ta vie, mais en plus, tu as reçu deux enfants extraordinaires comme cadeau. Lieve sis. Jarenlang was dit mijn allergrootste wens. Dat jij één dag de man van je leven zou vinden. Deze wens is nu eindelijk uitgekomen. Je hebt daar heel lang op moeten wachten, maar het is het wachten dubbel en dik waard geweest. Hij is alles wat je in een man kon wensen. Hij is je beste vriend, your lover, un papa fantastique pour Laure, Lucas et Molly, a real caretaker with a golden heart. Kortom, he is your rock. Thank you.